We zijn hier vandaag in Sunparks in Mol met de kerstverse nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium. En ik heb hier bij mij Jamie. Dag Jamie. Je mag jezelf kort eens voorstellen. Ik ben dus Jamie de Bliek, 18 jaar, kom uit Roeselaar, West-Vlaanderen. Heb je hobby's? Vrij veel uitgaan. Concerten doe ik ook heel graag, wandelen doe ik graag. Dat is. Zeg Jamie, jij bent de jongste kandidaat van de finalisten. Hoe voel je je daarbij? Goh, ik ben bang dat tijdens de competitie mijn leeftijd mij wel. Dat ze mij wel eens zouden durven plagen met mijn leeftijd. Maar ik ga zeker niet onderdoen voor de ouderen. Ja, dat is goed. Vertel eens, waarom doe je mee aan Mr. Gay Belgium? Ik vind persoonlijk dat er nogal heel veel werk is in de LGBT community. En ja, mijn thema bijvoorbeeld gaat nu over discriminatie van holibies en transgenders op de werkvloer. Nu, ik vind toch wel van mijn thema, als je weet dat er zeker 35% van de holibies niet durven uitkomen over een holibie zijn, vind ik 35% toch wel een tamelijk onrustwekkend cijfer, dus zeker nog wel veel werk aan. Oké, en is er een reden waarom dat je specifiek op de werkvloer hebt gekozen? Ja, ik zit zelf, ik studeer nog tuinbouw en ik ben zelf ook al, ik zit nu in mijn 7e jaar tuin aanleg en onderhoud. En ik merk zelf al, aangezien ik al stages heb moeten doen en zo, dat toch wel nog tamelijk veel werk is, want er wordt soms nog wel eens gelachen met ja, homo's zijn en ja, bedoel, je zijn homo, tuinbouw, is dat wel iets voor u en ja. Oké. Als je jezelf zou moeten omschrijven in 3 woorden, welke 3 woorden zouden dat dan zijn? Duracell konijn, optimistisch en toch, nog een woord, misschien toch wel een beetje precies. Als je een vakantiebestemming zou mogen kiezen, waar zou je dan naartoe gaan? Kenia. Waarom? Och, ik heb al zoveel gehoord en gelezen over Kenia. De safaris, de natuur, de mooie zonsondergangen lijkt me toch wel schoolhand om naartoe te gaan. Ben je een dierenvriend of niet? Jawel, zeker. Ik heb 2 katten thuis, dus vroeger. Ik heb al van alles bezig gehad. 2 cavia's, een konijn, 2 katten, een hond, vissen, vogels, van alles en nog wat. Oké. En om iets serieuzer af te sluiten, wat is jouw levensmotto? Ook al zeggen mensen tegen jou dat je iets niet kunt, blijven gaan voor wat dat je wilt en je bereikt sowieso ooit op een dag je doel. Als dat nu vandaag of morgen is, maar sowieso bereikt je doel. Mooi. Dankjewel, Jamie.